Ivo Karreman, raadslid voor het CDA. Vandaag hebben we een raadsvergadering gehad. Wat is er zoal aan bod gekomen? Nou, we hebben een drietal echt belangrijke agendapunten vanavond in de vergadering gehad. De eerste was de Julianenschool, nieuwbouw voor de Julianenschool. De Julianenschool heeft nu een noodgebouw. Niet noodgebouw, maar een noodlocatie. Schoolwoningen noemen ze dat. En dat was altijd tijdelijk dat ze daar zouden zitten. En ze zitten ook op het punt waar ik zeg van nou, qua verkeersveiligheid is ook niet echt ideaal. Het is langs een drukke weg. En we hebben vandaag besloten dat de Julianenschool een nieuwe locatie moet krijgen, dus een nieuw schoolgebouw. En dat komt bij de Stroekelt. Dus een mooie locatie waar ook straks zeg maar velden zijn waar ze kunnen sporten en dat volleybalveldje ernaast. En we hebben een krediet beschikbaar gesteld van €700.000, zodat het nieuwe gebouw zo snel mogelijk kan komen. Isaac Arman, je bent ook lid van de regioraad namens de gemeente Rijsselholte. Vandaag is ook de woningvisie is aan de orde gekomen. Vertel daar eens iets over. Ja, ik ben gisteren samen met Bord was ik de vertegenwoordiger in de regioraad Twente. We hebben daar de woningvisie 2010-2020 aan de orde gehad. Dus hoeveel woningen mogen wij als Rijsselholte bouwen de komende 10 jaar? Nou, volgens de getallen die de provincie heeft gebruikt zou dat op 356 woningen in 10 jaar, dus 35 woningen per jaar. Nou ja, als je Rijs kent, ik bedoel, we groeien aardig. We hebben een jonge bevolking. En ons geboorteoverschot is boven het landelijk gemiddelde, laat ik het zo zeggen. Dat betekent dat we eigenlijk op slot zitten. Dat we jongeren moeten zeggen van ja, sorry, er zijn geen woningen hier in Rijs. Dus verhuis maar naar Almelo of Hengelo. Maar die getallen die kloppen dus eigenlijk niet? Nee, we hebben dat ook onderbouwd. We hebben dus, het college heeft ook echt rapporten uitgebracht en ook bureaus geraadpleegd. Die hebben ook gewoon onderbouwd dat wij een veel hogere behoefte hebben. En die is op totaal zouden we op 1100 woningen, dat is echt onderbouwd dat we 1100 woningen nodig hebben in 10 jaar. Dus 110 woningen per jaar. En gelukkig heeft het college dat onderkend en zijn voortvarend aan het werk gegaan. Dus dat gaan we ook communiceren naar de provincie, dat we met die 356 niet uitkomen, dat we graag 1100 woningen willen hebben. Ja, want dat is een beetje de kritische. Er is met de regio overlegd hoeveel woningen alle gemeenten beschikbaar krijgen. Maar het echte orgaan, het besluitorgaan, is dus de provincie. Ja, klopt. We zijn ook gisteren in de provincie niet uitgekomen. De grote steden zeiden eigenlijk van ja... In de regio bedoel je? Ja, in de regio van dus Hengelo, Enschede, Almelo zeiden van ja... kleine gemeentes rustig gaan. Wij als grote steden willen ook nog groeien. Dus eigenlijk willen zij onze inwoners verwelkomen van kom hier naar de grote stad. En uiteindelijk is de woningbouw is een beetje het fundament onder een gemeente, onder ook een begroting. Ik bedoel uiteindelijk, als je geen woning kunt bouwen kun je ook geen andere dingen financieren. Zoals een mooie nieuwe school voor de Julianenschool. Dus het ene heeft met het andere te maken. Dus in feite, als dit door zou gaan en we mogen maar 356 woningen bouwen, zouden wij ook heel veel dingen, voorzieningen voor onze burgers niet meer in stand kunnen houden de komende 10 jaar.